Nou, iedereen die denkt dat Sinterklaas uit Spanje komt, die heeft het helemaal verkeerd. Hij komt hier gewoon uit de Eifel. Nou, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag, we zijn nog steeds in de Eifel trouwens, laatste dag. En vandaag gaan we een krater bezichtigen. Want de Eifel was vroeger een groot vulkanisch gebied. Er zijn meer dan 250 kraters en die zijn nog steeds actief. Ze zijn wel in slaaptoestand, maar ze zijn nog steeds actief. We gaan eerst bij een krater kijken, niet de grootste, maar ook niet de kleinste. En daarna gaan we nog eventjes een gijzer bezichtigen. Dus blijven jullie kijken. Waarom mag je niet gillen? Nou, daar in de verte zien jullie de krater. Dat is een best, hè? Nou, we lopen er eventjes naartoe. Eens kijken, Cleo. Wat mooi het hier is. Die gijzers zijn toch niet bijzonder. Je moet alleen maar kijken. Mooi is het hier, wat niet? Ah, prachtig. Het was wel de moeite waard. Het ritje. Het klinkt heel hoog. Nou, het uitzicht is hier werkelijk fantastisch. Ja, super. Echt mooi. We gaan naar de vulkaan. We gaan naar de vulkaan. Kijk naar binnen. Ga eens kijken. Nou, als je een burn-out hebt of overspannen bent, dan kom je hier wel tot rust. Ik zie je geuze daar. Nou, dames en heren, dit is de krater. Het is niet de grootste. De grootste ligt onder de Lage Zee. Dat is hier 100 kilometer vandaan. Dat is een beetje te ver. Zo groot is de Eifel trouwens. Gigantisch. Dit is de krater. Nou, daar gaan we weer, hè? Zoek naar de gijzer. Zoek naar de gijzer, want we gaan naar de gijzer toe, hè? Ja, als we hem kunnen maar vinden. Ik ben wel heel benieuwd ernaar hoe dat eruit ziet. Nou, dat is heel kijk. Maar hij komt er gewoon behoorlijk boos komen, zei ze. Nou, volgens mij ben je. Dus bergop en bergaf, hè? Oeh, klimmen. Klimmen en dalen. Nou, we zijn bij de gijzer aangekomen. We gaan hem eventjes zoeken. We zien hem al. Iedereen die denkt dat Sinterklaas uit Spanje komt, nou, die heeft het helemaal verkeerd. Hij komt gewoon uit Duitsland. Hier staat hij. Kleootje is gratis. We lopen nog naar de gijzer. Je kunt ons wat te drinken halen. En hier staan we bij de gijzer. Nou, dat is een weinig activiteit. Maar het schijnt dat hij één keer in het half uur omhoog komt. Het bubbelt wel een beetje. Dit is trouwens een koud water gijzer. Dat is toch een teken dat het toch nog wel een beetje actief is. Helemaal door. Zo. Misschien... Mama, is helemaal bruin, hè? Ja, helemaal bruin. Komt helemaal van het binnenste, hè? Uit de aarde natuurlijk. Ja. Zullen we gaan kijken? Informatiebord, wallenbord. Kijk. Is het koud? Goeie, voelen. Ja. Voel nee, maar is jou, jij? Voel maar met jouw voetje. Nee, is jij? Dit water is koud, schat. Nee, jij juist.
papa, jij eerst, oké? Okay? Oké. Okay. Oké, okay, jij moet eerst. Papa eerst kus geven? Hij wil dat wel, Raymond. Nou, dat komt zo lang. Half uurtje. We zitten nu onder het genot van een bakje koffie. Te wachten. Totdat de gijzer... Tot hij gaat beginnen. Totdat hij gaat beginnen. Proost. Oh, jee. Kijk eens, Cleo, de gijzer. Waarom doet hij nog niet zo hoog? Hij is nooit niet zo hoog. Maar hij kan wel heel hoog gaan. Oh, dat was de gijzer. Dat was de gijzer. Kijk wat hij doet even vragen. Ja, geen flauw idee. Hij is ook helemaal hier geweest. Ja. Maar kijk eens hoe die giraffe kijkt. Mama, waarom kijk je die wel gaat zo? Kom maar naar het waterkantje. Ja, daar. Kom maar naar het water. Papa ook, neem papa weer de camera vast, gaat. Ga dadelijk. Kijk wat er nog gaat gebeuren. Wat dit is, hè? Ik weet het niet. Hij wordt wel heel veel, zie je dat? Ja. Ze gaan even samen voelen hoe koud het water is. Steenkoud. Lekker. Het stinkt helemaal als zwavel. Ja, eieren. Ja, rotte eierenlucht, ja. Ik ga hem nog vandaag. Het is wel mooi om te zien, hoor. De schoenen staan in brand. Best wild, hè? Okay. Ja. Je ziet wat dat daar onder de grond leeft dan, hè? Hè? Dat was. Ja. Maar is dat water van de aarde? Ja. Mama, mag ik er wel aan zitten? Ja, doe maar. Koud? Koud, hè? Die doen we niet prettig. Die is wel heel mooi. Leuk, hoor. Ja. Mama, is die wel goed? Voorzichtig. Voorzichtig, hè? Niet dat hij bijt.
iedere keer anders hoe het water eruit komt. Ja. Dus iedere keer zie je weer iets anders. En nou is het bijna afgelopen. Het pruttelt nog een beetje na. Nou. Het water wordt allemaal afgevoerd naar een klein slootje. En dat was hem. Dat was hem. Dan moeten we weer een half uurtje wachten. Een soort bubbelbad, hè? Alleen wat kouder, hè? Door zo'n putje gaat het weer weg. Ja, het water... Waarom gaat het weer weg eigenlijk? Ja, het water zakt alweer, hè? Ruik je dat, Cleo, die lucht? Kijk, dan loopt het weg. Dan loopt het weer terug. En... Daar heb je de buis. Een stripje in de Eifel zit hier weer op, dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. We zijn bij de krater geweest, we zijn bij de gijzer geweest. En nu gaan we even tanken en gaan we weer naar huis. Dus abonneer jullie snel op ons kanaal. En tot de volgende keer, dames en heren. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Doeg!